Goedendag, de tweede week van juli staat alweer voor de deur en de grote vraag is natuurlijk wat brengt het weer deze week? Nou, het wordt een wisselvallige week, een licht wisselvallige week met uh, ook zomerse trekjes. Het ziet er af en toe zo uit met zonnige perioden, wat stapelwolken, maar we moeten er ook rekening mee houden dat er af en toe buien over gaan trekken. En soms is het een egaal wolkendek en kan er zelfs wat regen vallen. Echt stabiel zomerweer, dat zit er voorlopig gewoon nog niet in. En dat komt omdat lage drukgebieden ons weerbeeld bepalen. We zien op deze weerkaart zo'n lage drukgebied boven de Oceaan en boven Groot-Brittannië liggen. En het belangrijkste hoge drukgebied dat ligt bij de Azoren. Dat is helemaal in het hoekje. En dat ligt met een uitloper wat meer over het zuiden van Europa. En daar is het dus. Mooi weer. Maar bij ons blijven die depressies het weerbeeld bepalen. Die tollen een beetje rond. En dat betekent dat we af en toe te maken krijgen met storingen. Het hoge drukgebied wil af en toe wel een beetje richting Nederland opbouwen. Maar dan is het van korte duur. Hier zien we dat ook bijvoorbeeld volgende week zondag. Dan ligt die uitloper van het hoge drukgebied boven Nederland. Maar deze depressie ten noorden van Schotland. die komt dan weer onze kant op. En dan krijgen we weer een volgende storing zoals het er nu naar uitziet. Kortom, licht wisselvallig weer. En dat geldt ook voor. Morgen. Dan zijn er veel wolkenvelden en kan er hier en daar een bui vallen. Met name in de ochtend en later op de dag. En in de middag kan ook wel de zon eventjes doorbreken. Ja, die westelijke stroming waar we mee te maken hebben, die zorgt er ook voor dat het niet heel warm gaat worden. Temperatuur morgen zo'n 19 tot 20 graden. En ook de dagen na zien we dit soort temperaturen terug op de kaart gemiddeld boven Nederland. Rond de 21 graden. En iedere dag is er wel kans op neerslag. En dat ziet er natuurlijk erg negatief uit, zo'n tabelletje. Maar ik kan u verzekeren: er zijn zeker ook droge momenten en zonnige perioden. Dus het is niet zo dat heel de week zal verregenen. Nog een fijne dag.